Marieke van Schie, vrij hoog in de post, zoals we dat van haar kennen. En... driepuntspoging, Anne van Vlijmen, ja, die is... Sonja Carlotte van Kruisten. Terwijl we de sterke drive zien. Deborah Vos en Twan. En hier ook naar de ring gaat. En daar een succes vindt. Even ziet Yveske in snijden. Yveske kikt naar buiten. Ja, mooi gespeeld. Lisanne in de post. Ah, lekker schotje. Opgepikt door Deborah Vos. 3-2 punt poging. Anne hier met de baseline drive. En die is en snel naar de andere kant. Aan de buitenkant gevonden. Lisanne de Jonge. Ja. Bal naar buiten naar Gracie Roberts. Die een stapje dichterbij. Caleb Warner morgen hier in de schaapskooi aantreedt tegen Apollo Amsterdam. En aan zijn kant mee naar de ring met een onderhandse layup. Die is misgoed verdedigd ook door Lotte van Kruisten. En de fout op de vloer gefloten. Sonja Kuyt legt aan voor 3. Ja hoor. Kijken wat dat gaat brengen. Tot nu toe een turnover van Aya de Riep die Noor Driessen wegstuurt. En Noor die de van Vlijmen natuurlijk ook weer terug is aangekomen. Noor Driessen met de onderhandse rebound. 3 punten aan de andere kant. Weer van Sonja Kuyt mis. En de rebound van Anne van Vlijmen. Oh, nice. Gewoon een rebound Marieke van Schie. En de turnover van Marieke van Schie. Goed gezien door Yveske Hoek. Die Deborah Vos tegen Anne van Vlijmen. Antoine. Daardoor toch eigenlijk niet gebalanceerd tot schoten komt. Hier een mooie punten. Goed gezien hoor. In de short corner. Yveske. 3 punten poging mis. Maar wel de aanval van rebound. En Bemmel. Dat wil zeggen dat om 1 uur spelen de dames tegen. Mooie verloren wedstrijd. De enige verloren wedstrijd dit seizoen. Wat wel spannend is, is in Haren. Voorconsul Binnenland staat daar 2. Yveske Hoek. Yveske Hoek mis. Rebound Iris Govers. Gaat via met Alisa van der Plassen met een tempo naar de andere kant. En aanleggend voor de 3 punten. Ilse. En zo, ja, drukt af. In your... Ah, ja. Sonja Kuyt missen. Rebound Lisanne de Jonge. Ja hoor, Yveske Hoek. Ah, dit is wel een mooi balletje hoor van Ilse. Gracie Roberts met een soortgelijke move. Deborah Vos, die uiteindelijk de rebound niet heeft, wel heeft. Gracie Roberts ligt buiten het veld en de bal gaat naar Grasshoppers. Onderlangs, ja hoor. Ik wil willen zien. Kato Koenen die aanlegt, ja. Die net zo'n runnetje kan maken als vorige week tegen Lens Lake Lions. Waar ze echt sterk in de derde kwart een run maakten met veel driepunters. Nou, niet succesvol kon worden richting de ring. Lisanne de Jonge met de rechterhand. Aanvallende rebound en scoren. Noor Driessen waarschijnlijk naar haar schot. Nee, toch voor een goede drive gaat. Mooie bal. Nice. Goeie move. Gracie Roberts met de turnover. Marieke van Schie pikt hem op. Kijken of ze die transition ook kunnen lokken. Ja, wel weer een driepuntspoging van Ilse Kuyt. En deze ballen vindt ze lekker. Stagger screen, 3 punten Anne. Ja. Iris Govers, goed gesneden door Marieke van Switch. Nu met Yveske Hoek, maar daardoor wel Ilse Kuyt naar de ring laat gaan. Lisanne met de linkerhand, vanuit naar de linkerhand. And one! Julia gaat naar binnen. Kikt hem naar buiten naar Anne voor 3. Ja, voor 2. Zoals publiek er niet bij bent hier in de zaal. Goeie backdoor van Ilse Kuyt. And one. Moet uitgeoefend worden. Maar het zal wel fijn zijn als deze bal misgaat. En dat gebeurt. Goal. En de steal. De turnover van Lisanne de Jonge. De steal van Sonja Kuyt. Ja, en de fout gemaakt door Kato Koenen op Noord Driessen. Kijken we.